Hey kijkers van de vlog, welkom bij een nieuwe dag. Samen met Rivé, een man met snor, samen met DDG. Past er heel erg mooi bij natuurlijk, vorige keer Milan gezien. En daar hebben we die trui niet eens van, die hadden we oprecht al langer. We gaan vandaag eventjes naar de winkel. En dan niet je denkt, oh, gaan we weer naar de winkel, hè? Wat heb je deze keer gehaald? Gaan we deze keer wel laten zien, want ik heb iets besloten. Wat heb ik besloten vandaag? Jij hebt besloten dat jij een weegschaal wil halen omdat jij wil gaan sporten. Ja, en daarvoor wil ik graag weten hoeveel ik momenteel weeg. Ik denk rond 80 kilo. En als ik zeg maar ga sporten, weet ik niet dat het minder wordt. Ja, want de vet, dat wordt spier, dus het lijkt misschien wat dunner, maar het mag niet echt minder wegen. Ik wil niet afvallen, dat is absoluut niet wat ik wil met sporten. Ik wil gewoon meer spiermassa krijgen, gezonder worden. Daarvoor gaan we naar de winkel, we gaan allemaal rijst en vis en dat soort meuk halen. Wat minder Red Bull en snoepjes voor mij in ieder geval. En een weegschaal, dus ik ben heel benieuwd. Let's go! Nou, we lopen lekker door het stadje heen. Ik zal hem even proberen hier zo op te leggen, zodat we RV ook kunnen filmen. RV heeft een super korte tijd gehad om zich op te maken. Zeg van, zie ik er wel goed uit? Maar dat is een beetje het punt wat ik vandaag heb. Zie ik er wel goed uit? Niet nu, maar gewoon in het algemeen. Want ik ga natuurlijk een beetje sporten. Eén, voor mezelf, maar twee ook een beetje voor jou. Ja. Jij zegt van, het is best mooi als je een beetje gespierd bent. Ik vind spieren bij man vind ik wel mooi als het niet te moet. Dat moet niet te zijn. Ik vind van die mega grote spierballen. En zo'n 8-pack en weet ik het wat allemaal, vind ik helemaal niet mooi. Zo'n 8-pack en zo'n vee aan de voorkant, nee, dat hoeft dat niet. Maar dat betekent ook, als je dat doet, dan ben je life-changing bezig. Ja, precies, en dat kan. Dan moet je kiezen natuurlijk, als je het leuk vindt, dan vind je het leuk. Ik vind het alleen niet zo mooi. Ik vind jou mooi hoe je bent, sowieso. Maar een beetje gezonder mag wel. Maar een beetje gezonder is altijd goed voor je, want ik wil ook dat je 100 wordt. 100? Minimaal. Ik ga mijn best doen. We gaan even de iets in en we gaan eens even kijken wat daar is. Nou, dat is leuk. We hebben een weegschaal gehaald. Ik ga hem laten zien welke het is. Het is deze geworden. Vet cool. Inventum nog wat. Maar er was nog iets anders wat jij wou, Rivé. Laat het even zien. Ja, wat jij wou. Ja. Moeilijk, want die is al weg. En hij is weg. Shit, dat is vervelend. Maar het is een soort van staafmixer. Ja, je kan het een beetje vergelijken met deze. Het is gewoon zo'n handmixer. En het is bedoeld om meer appeltaart te maken of zo. Om taarten te maken. Sowieso. Okay. Tikke man. Nou, daar zijn we dan. We hebben hem gehaald. De Inventum personenweegschaal. Ze vroegen nog of we eentje voor de keuken bouwden, maar dat was niet nodig, hè, Rivé? Nee, we hebben geen keuken. En jij hebt hem? Laat hem zien welke je hebt. Wees trots. Oké, alsjeblieft. Represent. Wat cool. En we gaan nu lekker naar de winkel gezonde dingen halen. En ook een beetje ongezond. Een beetje. Maar ook wel gezond. Want ik moet juist weer aankomen. Zij moet daar komen. SL New York. Ja, precies. Ik weet niet wat hij allemaal zei, maar het klopt waarschijnlijk helemaal. SL New York. Wat zeg je allemaal? SL New York. Wat is dat? SL New York. Oké, okay, blijkbaar. SL New York. Wat zegt hij nou? Ik heb geen idee. Ik weet het ook niet. We zijn voorbij. We zijn helemaal, helemaal raar. Oh, spanning. Nou, we staan nu bij het vlees. Wat we al hebben is dit. En dan hebben we het over hele lekkere, gezonde... Nee, dat is niet zo heel gezond. Vis. En veel groenten. Dit is een mini watermeloen. Kijk, zo groot is die. Haring. En hieronder zit een of ander pakket. Maar Rivé, je had het over, moet er een vleesje bij de feta salade? Welke? Nou, en normaal gesproken haal ik hier altijd heel veel dingen als... nootjes, hier natuurlijk even lekker de alcohol, maar dat doe ik deze keer niet. Ik ga het een beetje overslaan. Ik denk dat ik mezelf één drankje gun. Welke weet ik nog niet, maar dat mag. Ik mag een beetje alcohol drinken af en toe. Alcohol is ook wel een beetje goed voor je. En even over dit gerecht gereden, want hier was je helemaal enthousiast over. Kun je die nog even aanwijzen wat het is? Dit vind ik wel leuk. Wat is het? Alsnog hoofdkant. Ik kan het niet goed zien door het licht hier. Ja? En er zitten allemaal verse groenten in. Dan hoef je zelf geen kip toe te voegen en olie. En dan dat je groenten allemaal snijden natuurlijk. Ja, nam. Ik hou er wel van. Vers. Ik ben heel benieuwd. Nou jongens, we hebben echt flink veel ingeslagen. Steeds last van het stoppen met roken. Maar we hebben heel erg veel gezonde dingetjes gehaald. En dat zorgt er waarschijnlijk voor dat we vanavond wat vers gaan eten. Ik denk een feta salade met een stukje vlees. En ik heb allemaal dingen die ik opgezocht heb op internet. Wat je nodig hebt als je veel gaat sporten. Dus ik heb heel veel rijst meegenomen. Vis heb ik heel erg veel meegenomen. Wat van die sportpoederdrankjes en dergelijke heb ik gedaan. Maar misschien dat er wel mensen zijn. Guys, girls, die veel sporten. En dan heb ik het niet over je gaat twee keer in de week naar de sportschool. Maar gewoon echt mensen die het leven.
zeg maar. Bij wijze van spreken bijna de bodybuilders. Ik wil niet als jullie worden. Ik heb er respect voor, maar ik wil niet als jullie worden. Dus wat heb je nodig om energie te houden, maar wel 4-5 keer in de week gewoon iets te doen? Hardlopen, gewichten, dat soort dingetjes. Wat is daar goede voeding voor? Ik geloof het internet niet en toch vraag ik advies om het internet. Je weet het maar nooit. Hé schat, ik ga de camera aan jou geven, alsjeblieft. Ja, nog wat te melden. Ik ga zoeken voor de rechterkant. De rechterkant, dan ga ik hem zo vast. Ja, goed plan. Doe ik eerst even mijn riemen, ook al handig. Oké, gevaar op weg. Mag ik eens even de camera vasthouden? Kijken of je te zien bent. Oh, je bent prima te zien. Ja. Oké, ietsje mooi. Verder je vooraf houdt. Verder. Ik heb niet zulke lange armen. Snap ik. Maar ja, nee, ik wil ook wat vertellen inderdaad, want ik weet niet of jullie het net hoorden, maar toen hij zegt ik wil afvallen, nou niet echt afvallen, maar ik wil... Nee, ik wil niet afvallen, hel no. Sorry, maar niet afvallen, maar spiermassa creëren, wil ik juist aankomen, ietsje. Ik wil niet te veel aankomen, maar ik wil ietsje aankomen. Dit is iets waar ik al heel mijn leven mee struggel. Vanaf jongens af aan kom ik eigenlijk niet goed aan. En ik heb heel vaak al gehad dat ik daardoor weinig energie heb, snel ziek ben, vaak gewoon ondergewicht heb en dus al die problemen daarvan meekrijg. Maar dan heb ik een vraag. Durf je dat zometeen met mij op de weegschaal te staan? Ja, zeker. We gaan zometeen op de weegschaal, jongens. Ik ben heel benieuwd. Ja, maar ik kan nog heel kort wel vertellen dat ik dus wil aankomen en op een gezonde manier aankomen. En dat is het lastige. Je kan heel snel junkfood eten en dat, maar om echt gezond aan te komen, dat is lastig. Dus als jullie daarvoor tips hebben, laat het maar weten. Nou, en momenteel zijn wij lekker thuis en hebben wij een heel mooi beeld van de koelkast. Zal ik het even laten zien? Ik ga het filmen. Doe je dit. Oké, ik zal het normaal doen. We hebben melk. We hebben... Hier zit... Dit is de gezonde la. Trek hem eens open. Dit is de la. We hebben eigenlijk geen ongezonde la meer. Ja, dit. Dat zijn alle sausjes, maar die hebben we een keer nodig. Die zijn wel ongezond. Yoghurt, tomaten en boven hebben we drinken. En een pakketje. Hier hebben we allemaal drankjes, eieren, vlees. Schatje, dit is een heerlijke koelkast. Ja, toch? En er staat, daar zaten nog briezer en bier, maar ze zijn buiten de koelkast. Ja, en we leren, hè? Dus, het is een leermoment. En wat hebben we hier allemaal nog meer in de kastjes? Oh, allemaal rotzooi. Ja, doe maar. Allemaal... Ik hou er wel van. Oh ja, oh wat een rotzooi, denkt iedereen. Zo, dit is ongeorganiseerd, zeg. Zo. Doortrekken heb ik voor tussendoor. Autisme kan ik niet aan, dit is echt te veel. En hier hebben we... Dit is ook rotzooi. Oké, dit is wel rotzooi. Ja, echt... Dit geef ik toe, dit is echt teringbende. Ja. Gebruik ook alleen de bovenste twee dingetjes voor spullen en de onderste twee totaal niet. Nou, maar dat is dus onze route naar gezonder eten. En ik hoop dat het gaat lukken en ik hoop dat het lekker smaakt. En Ivy zit weer op de tafel. Oh my god, Ivy, je bent zo'n domme poes. Nee. Ben je gemeen tegen de poes? Ik ben niet op de tafel, dat weet ze. Oh, je bent gemeen tegen de poes. Ik ben hartstikke lief tegen. Oh, je houdt gewoon niet van ze. Uh-oh. Nou, en wat houden al die gezonde dingen nou in? Ben ik dan helemaal nooit meer aan het snoepen? Natuurlijk wel. Kom op, we houden allemaal van snoepen. Ik wil ook gewoon snoepen. Maar daar staat hij dan. Kijk, de weegschaal. En daar is allemaal was. Dat gaan we even doen alsof we dat niet in de vlog gezien hebben. Oeps. Zo, die doen we ook even weg. Hebben we ook allemaal niet gezien. En dit is de weegschaal. En ik ga erop staan, maar daarvoor doe ik eerst even mijn schoenen uit. Want die wegen misschien toch ook weer, I don't know, 200 gram of zo. En ik denk dat ik tussen de 75 en de 80 kilo weeg. Kijk, volwassen vent, 1 meter 91. Moet ik shirt uit? Nee, dat hoeft helemaal niet, joh. Alhoewel, zal ik het doen? Is goed voor de views, toch? Dan gaan we dan. Zo. Shirtje uit. En dat hebben we vaker gezien. Nou, daar gaan we. Nu heb ik alleen nog maar een broek aan. Helemaal prima. En, we gaan eerst een face reaction doen. We gaan deze even in het midden zetten, zo. En een face reaction met als ik zie hoeveel kilo het is. Oh, ik mag nog aankomen, jongens. Dat is heel weinig. Ik weet niet of je het kunt zien. Hey, hallo? Moet ik er weer af? Het is 75,1. En dan zeggen ze dat ik een buikje heb. Dit valt wel mee. Dit is super. Dit is eigenlijk best wel goed nieuws. Dit betekent gewoon dat ik dus nog 5 kilo erbij kan opeten. En dan dat allemaal in spieren doen. Natuurlijk tegelijk. Maar dat betekent dat ik mijn vis, mijn kip, maar al dat soort dingen, dat mag gewoon. Junkfood kan ik gewoon blijven eten. En kan ik daardoor ook biertjes blijven drinken? Ik weet het niet. We gaan het wel zien. In ieder geval sluit ik even af met zonder shirt.
met zonder shirts. Deze komende week komen er leuke dingen aan, want ik heb een heel weekend gehad met streamen. Daardoor waren er even geen vlogs, want ja, je wil niet zien dat ik achter mijn computer zit. Nou, ik zit nog te streamen. Maar er komen andere leuke dingen aan. Ik ga nog kijken of ik bij Ties langs kan komen. Ik ga nog kijken of ik bij Job langs kan komen. Ik ga kijken of ik nog met Bardo met mee kan afspreken. Er zijn hele leuke dingen in de vlogs voorkomen. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je mij een beetje wat advies kan geven over wat ik wel en niet zou moeten eten. En ook wat voor oefeningen goed zijn. Ik ga boven zometeen even sporten. Ja, ik ga boven sporten. En dat was hem. Dus vergeet niet van een like achter te laten, jongens. Abonneren op DDG, dat is helemaal gratis. En dan zie ik je heel graag de volgende keer bij een nieuwe video. Doeg!